Ben je trouwens nog gebeld door het programma van Jort Kelder? Ik kreeg van de week een telefoontje van iemand die zei... ja, we willen Maarten vragen als vervangende presentator van Jort Kelder. Ja, dat is een podcast over wetenschap. Nee, een radioprogramma. Ja, een soort radiopodcast. En dat wordt dan daarna dat wordt live op de radio en daarna wordt het een podcast. Ja, daar ben ik voor gebeld en ik heb gezegd dat ik dat best wilde doen. Ja. Dat leek me wel leuk. Het ging over wetenschap en bovendien ging het over jeugdige gepromoveerden. En omdat ik vind dat jeugdige gepromoveerden alle aandacht van de wereld verdienen... Niet waar, dat promoveren dat is toch een hele vervelende klus in feite. Waar je vaak helemaal alleen in staat. Of je moet wel, misschien dat ze in die beta-wetenschappen meer teamwerk hebben. Dat durf ik niet te zeggen. Maar ik denk natuurlijk aan mijn zielige zelf. Dat je daar jarenlang zit te klussen op zo'n studeerkamertje om zo'n boek in elkaar te peuteren. Met alle ups en downs van dien. Dus ja, ik dacht, die hebben alle aandacht nodig. Daar ben ik wel voor. Het zijn de PhD's, hè? Ja. En wat ga je daar dan precies doen? Ik heb geen flauw idee. Ik weet het niet. Met ze praten, denk ik. Heb je het ooit gehoord, het programma? Ja, het is de bedoeling, omdat Kelder niet kan, dat ze dachten, nou, vragen we Maarten. Ja, en ook de eerste vervanger, die kon ook niet. En nou, zodoende ben ik nu de tweede vervanger. Hoe moet je dat zeggen? Ja, de tweede vervanger. Ja, ze belden mij van, zou Maarten dat leuk vinden? Ik zeg, ja, dan moet je hem zelf vragen. Dat weet ik niet. Maar je moet die mensen interviewen, hè, is de bedoeling. Ja, nou, als ik nou iets lollig lijkt, mij lollig lijkt, is het interview van jonge gepromoveerden. Ja. Ik hoor dat ik in de tijd geïnterviewd was. Ja, maar je bent natuurlijk de presentator dan op de radio. Het is wel leuk om eens te horen hoe dat gaat. Ja, het zal niet anders zijn dan hier, toch? Ja, nee, maar dan moet je natuurlijk ook de reclame aankondigen. En het verkeer en het nieuws. Nee, dat hoef ik niet te doen, joh. Daar komt iemand voor binnen, die leest dat voor. Ja, maar je moet wel zeggen dat die dan komt. Zo van, dan gaan we nu naar de verkeersinformatie. Nee, dat zit meestal een radiopresentator. Oh, oké. Okay. Tenminste, voor zover ik enige radioervaring heb, is er een radiopresentator en die zegt van nu komt het nieuws en dan komt er een mevrouw of een jonge man binnen en die leest met beschaafde neutrale stem het nieuws voor en de fileberichten en die verdwijnt dan weer en dan krijg jij weer het woord als radiogast. Je hoeft niet het weerbericht voor te lezen? Nee, dat hoef je niet. Dat heb ik althans nog nooit meegemaakt, dat even de gast het weerbericht ging voorlezen. Maar volgens mij ben jij nu geen gast in dit programma. Dat is het verschil. Je bent nu de presentator. Maar ook de presentator leest nooit het weerbericht voor. Nee? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, bij de nieuwszenders niet. Er komt altijd een aardige, neutraal iemand binnen. Sommige daarvan heb ik al veel vaker gezien. En dan zeg ik ook altijd heel beleefd, hallo, hoe gaat het ermee? Maar sommige zijn ook zo neutraal dat je ze misschien al 100 keer hebt gezien, maar het is niet opgevallen. En die lezen dan de weerberichten, de fileberichten, het nieuws, nou ja, de hele bliksem moe voor. Ja. Hoeveel PhD-studenten hebben we eigenlijk? Weet je dat toevallig? Geen idee. Oh, dan moet je wel even uitzoeken. Het aantal promoties is natuurlijk in de loop der jaren enorm toegenomen, neem ik aan. Ja. En er wordt veel meer werk van gemaakt. En wat vind je van de kwaliteit ervan? Nou ja, ik kan dat absoluut niet beoordelen, want natuurlijk bij beta-wetenschappen kan ik sowieso geen verstandig woord over zeggen, vanzelfsprekend. In het geval van, als het om alpha of gamma-studies gaat, zou ik er eventueel iets over kunnen zeggen. Maar ik ga er even vanuit dat ik bij deze sympathieke uitnodiging niet verplicht ben om ook al die proefschriften te lezen. Ik moet er niet aan denken. Ik heb in de loop der tijden een heleboel, omdat je vaak gevraagd werd voor zo'n commissie, voor de plechtigheid en zo. En dan zit je daar met zo'n zwarte jurk aan. En dan moet je vragen stellen. Dus dan moet je wel beleefdheidshalve wel die proefschrift hebben gelezen. Ik kan je wel zeggen, ik vond het meestal een zware opgave. God allemachtig. Wat waren dat een strontvervelende boeken. Ook volgens mij omdat ze, laten we zeggen, binnen een kader worden geschreven waarbij het eigenlijk alleen door genieën mogelijk is om niet een strontvervelend boek te schrijven. Ik weet zeker dat mijn eigen dissertatie, dus die dateert van, ik ben in, weet ik veel, 83 geloof ik gepromoveerd of zo, dus het boek was klaar in 82. En dat is door Jan en allemaal gelezen. Er was toen al in de commissie van, nou ja, proefschrift, ja, het was allemaal wel erg essayistisch, vond een van de meelezers. Maar goed, dat heeft tenslotte. Mijn proefschrift zou nu onmiddellijk worden afgekeurd. Ik ben er absoluut van overtuigd. Totaal afgekeurd. Nou, ik zou een conceptueel verantwoorde inleiding moeten schrijven. Pure flauwekul, meestal in de alfa- en gamma-wetenschappen.
Enkele maal kan dat noodzakelijk zijn, maar meestal helemaal niet. Het heeft vaak toch een heel beschrijvend karakter. En de analyse zit in de beschrijving verpakt. Maar nee, ik ben ervan overtuigd dat ik... Het zou me niet verbazen als ze nog een keer komen bellen. Ze die, achteraf beschouwen dat proefschrift van nu als dat kan zo niet. Dan moet eerst eens een theoretische inleiding worden geschreven. Joh, dat vak bij ons is ook helemaal op hol geslagen. Dat miste dus nu nog in jou. Daarom wordt je afgekeurd. Dat die theoretische inleiding dan niet... Ja, is. Ik heb geen theoretische inleiding. Er was de gedachte daar wat voor theoretische inleiding ik erbij zou moeten verzinnen. Maar waarom moet dat erbij? Ja, dat vinden ze belangrijk. Omdat alle wetenschappen, ook de niet-beta-wetenschappen, willen net doen alsof ze beta-wetenschappen zijn. Het is een soort beta-jaloezie. Het liefst hadden ze ook dat je aan het eind van je proefschrift, ook als je het in mijn geval, dat je dan een soort wiskundige formule ten beste geeft. Dat dan zouden ze pas echt gelukkig zijn. Dat is toch complete lulkoek? Zeker. Zeker, maar ja, als we nou iets weten, is dat mensen dolgraag geloven in complete lulkoek, toch? Ja, dus de mensen een beetje bezighouden. De mens heeft een onbeschrijfelijke behoefte aan geloof wat schijnzekerheid biedt. Ja, ja. Oké, dus wanneer gaat het plaatsvinden met Kelder? Ik heb geen flauw idee, dat heb ik in mijn agenda geschreven. Zoals ik vaak zei, ik leef met de week. Ja, dat is waar. Ik kijk zondagavond naar de week en denk, oeh, kijk nou toch eens. Ja. Hey, en qua media optredens, je bent ook bij Renze, daar ga je een heel verhaal vertellen, hè, dit weekend. Ja, voor talkshow begrip is het een heel verhaal. Het gaat over, hoe heet het, over Market Garden. En daar geef ik een korte schets van. Ik heb een boekje geschreven over Market Garden, eigenlijk als raamwerk voor brieven van mijn opa. Die nog wachten op een soort gebruik ervan. Het zijn hele aardige brieven, goed geschreven. Heel informatief in allerlei opzichten, met name over de hongerwinter. En toen dacht ik, nou ja, ik maak een boekje waarin je een beetje context hebt van hoe zijn we aan die hongerwinter gekomen. Wat heeft dat nou voor effecten gehad? Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dat boekje heet Het is allemaal de schuld van Montgomery. Dat was namelijk allemaal de schuld van Montgomery. Die een volkomen idioot plan had bedacht, namelijk Market Garden. En dat ga ik dus uit de doeken doen. Hoe zat dat plan in elkaar? En waarom was het compleet idioot? En wat zijn de gruwelijke gevolgen geweest van dat mislukken van dat plan? Wat er dik in zat volgens mensen die het weten konden. Dus zondagavond, dan is gewoon, jij gaat op een stoel zitten. Je gaat gewoon 20 minuten praten. Nee, ik moet staan. Ik ga staan. Ah, oké. Ik geloof ook dat ze er plaatjes bij hebben. Oké, dan ga je dan ook zoals in het theater heen en weer lopen? Als het even kan wel. Want ik kan heen en weer lopen, dat bevordert mijn praatlust. Oké. Okay. Ja, stilstaan, dat vind ik niet fijn. Nee. Laat staan, stil zitten. Ja. Ja, het is een wonder dat ik hier zit en dat ik toch normaal kan praten. Maar... En hoe weet je dan dat je die 20 minuten dat die voorbij zijn? God mag het weten. Dat moeten zij maar doen. Ja, dat is bij mij altijd een probleem. Ik vraag ook vaak in zalen hoe laat ze zitten. Dan ben ik altijd enorm verrast dat er alweer 2 uur voorbij zijn. Ja. Nou, interessant. Dus daar heb je wel zin in om dat te gaan doen. Nou, ik ben erg benieuwd hoe het gaat, hoe ze het georganiseerd hebben. Daar ben ik wel benieuwd. Nou ja. Dus zat die muziek er nu ook bij? Die liedjes en zo? Ik weet niet. Ik neem aan dat ze wel een of ander pregnant beeld uit The Bridge Too Far zullen doen. Oh ja. Ja. Oké. Ze volgen ook een familiefoto van 44. Dus die heb ik ze gestuurd. Dus dan zie je mij als een soort van een mini-peutertje. Ja, god, toen was ik nog geen 1. Wanneer gaan kinderen lopen als ze 1 zijn? Of 1,5? Ja, ben ik ook zo gek dat ik dat weer vergeten ben wanneer mijn kinderen zijn gaan lopen. Laat staan mijn kleinkinderen. Dus ja, en ik was sowieso met veel dingen wel een heel leuk ventje, maar ik heb altijd iets traags gehad. Ja,